Het is herfst, het is lekker weer. Ik sta hier midden in het bos tussen alle prachtige kleuren. En ik denk maar één ding, en dat is goulash. En goulash, dat is een traditioneel stoofgerecht uit Hongarije. Maar dat maken wij net even anders. Ik gebruik hiervoor de hertengoulash van de Meatlovers. Dat zijn zachte stukjes gesneden hertenboutvlees met een milde wildsmaak die we gaan verrijken met kruidkoek en specerijen. Het vlees snijden we eerst in gelijke stukken en dan kruiden we het met peper en zout. Even goed mengen. En dan kan het in het bakje. Dan gaan wij verder met de garnituur. Want wat heb ik daarvoor bedacht? Winterpeen, knolselderij en shallotjes. Een goulash, daar zit heel veel ui en paprikapoeder in. Ik heb gekozen voor shallotjes, die zijn erg lekker. En die zilveruitjes. Die zilveruitjes, als die gekookt zijn, joh, dat wordt zo heel mooi zacht. Vol met zuur, vol met smaak. En dat geeft echt een fantastisch mondgevoel. Erg lekker in je stoofvlees. Dus vandaar de zilveruitjes. En die gaan we gewoon meestoven. Aan de slag. Knolselderij. Oké, hier snijden we ook weer van die blokjes van. Twee shallotten gebruiken we. Dan gaan we door met de zilveruitjes en die hoef je alleen maar te pellen. We gaan verder met het bakken van het vlees en dat doen we in roomboter. Ja, dit is top dit, jongen. Moet je kijken. Die boter is bijna bruin. Dat betekent dat je mooi die karamelisatie hebt. Dan is het moment om het vlees te bakken. Ook weer voor dat vlees heel belangrijk om dat echt eerst aan te bakken. Dan gaan we het uit de pan halen, zodat het toch die baksmaak heeft. En in dezelfde boter gaan we die groenten bakken. Oké, dat vlees is top nu. Mooi bruin kleurtje. Dan kan dat de pan uit. Oké, dit vlees doen we even in een bak. Dan gaan we in deze boter de groenten aanbakken. Uitjes erbij. Dan gaan we dit geheel ook 3 tot 5 minuutjes aanbakken. En we brengen het nog even op smaak met wat peper en zout. Oké, we gaan het vlees nu weer terug doen bij de groenten. Die zijn mooi aangebakken. Dan gaan we het onderzetten met de wildfond. Voor de rest gaat erin de 5 spice specerijen, een beetje chilipeper, de kruidkoek en wat tijm. Dan vullen we de wildfond aan met water tot het vlees net onder staat. Laten we hem 1,5 tot 2 uur iets hoger boven het vuur zachtjes pruttelen tot het mooi zacht is. Kijk dan. Moet je eens kijken hoe mooi dit eruit ziet, jongens. Een heerlijke bereiding van de hertengoulash voor een mooi winters gerecht. Erg lekker met een beetje aardappelpuree of een stukje brood. En wat een geur, hè?